Het Letterkundig Museum was gisteren het podium voor de aftrap van de Poëziebus. Een bus vol met dichters die de komende tijd rondrijdt door Nederland en België. De Poëziebus is een initiatief van twee dichters, een Nederlandse en een Belgische dichter. En we hebben als idee om een week door Nederland en België te gaan toeren. Om poëzie dichter bij de mensen te brengen. De dichters zijn erg enthousiast over de bus. De Poëziebus vind ik een heel leuk initiatief. Want mensen, het is een dichter, podiumdichters die dat zijn begonnen. Wat ik ook heel leuk vind is dat het een combinatie is van Nederlandse en Vlaamse en Brusselse podiumdichters. Ik vind het geweldig. Ik heb het zien gebeuren. Weet je. Het begon als een droom. En uiteindelijk komen allemaal mensen erbij. Nu is het echt, weet je, heel geweldig. Den Haag is een inspirerende stad voor de woordkunstenaars. Ik denk dat Den Haag een hele poëtische stad is. Het is Den Haag van Louis Couperus, maar het is ook de stad van vrede en recht. Het is een stad met ontzettend veel cultuur. Het Nederlands Danstheater, de Koninklijke Schouwburg. Den Haag biedstad, er is zoveel muziek te horen. Er zijn spoken word artiesten, zo ontzettend bezig. Ik sta in het midden van het midden van het midden van het midden. In het centrum van dat midden, midden in Den Haag. Dat was hem. Vanavond staat de Poëziebus op het Koningsplein. Ook zo'n prachtig poëtisch plein waarvan alles gebeurt. We gaan daar samen met de omwonenden een klinkend Koningspleingedicht maken. Het heet trouwens De Reiger. Weet je, De Reiger.